Ik ben uitgenodigd bij de grootste rooftop bar van de Benelux, namelijk Dolores. En ik kan niet wachten om het te zien, dus ik ga snel naar binnen en ik neem jullie mee. We zijn onderweg naar boven. Bij, want jullie zien er prachtig uit met z'n tweeën. En ik ben benieuwd, wat vinden jullie tot nu toe van de rooftop bar? Ik vind, moet ik zeggen, het interieur heel mooi. Toen wij hier binnenkwamen, kwamen we natuurlijk binnen bij de lift. En dat is allemaal een beetje van, wat gaat ons best wel spannend. Ja, best wel spannend, inderdaad. En dat was eerst dat we hier kwamen werken ook, inderdaad. En ik kwam binnen en ik dacht, wauw, ik vind het echt prachtig. Het interieur is top. Het personeel dat hier werkt vind ik super gezellig, hartstikke leuk. Iedereen is vrolijk. En ja, gewoon de hele uitstraling hier is echt geweldig. Top. Dus ja, ik ben helemaal tevreden. Ja, ik ook. Ik ook. Een van de ondernemers van de Lotus. En ja. Hoe voelt het nou dat de rooftop open is vandaag? Eindelijk. Ja? Ja, eindelijk open. En eindelijk? Eindelijk kan. We hebben gewoon zin om hier heel erg veel leuke dingen te gaan meemaken. Goeie reacties gehad dan? Fantastisch. Ja, het is gewoon een fantastisch mooie plek. Het is vakantie op het dak in Tilburg. Wat kan je de mensen aanraden thuis? Om hier naartoe te komen? Om een bankje te pakken, corona is in te stellen, lekker te happen, staat een dansje te maken. Zonnetje komt eraan, zonnetje komt eraan. Kansen hier in eigen stad. Labalcodia. Lekker, komen! Joep van Gorp eindelijk te pakken gekregen, want die heeft natuurlijk zo ontzettend druk. En we zijn onderweg naar de mandala bloem, toch? Oh, wat is het? Wat zei je nou? De? Het is een mandala van corona is deze. Een mandala van de corona. Nou, dan gaan we eens even lekker zitten. Nou Joep, zitten we dan? Hoe is het? Goed. Ja? Ja, goed. Hoe voel je je? Nu eindelijk open is. Ik voel me opgelaten, ik voel me moe, ik voel me gelukkig, ik voel me van alles. Ja, dit is toch wel een grote mijlpaal voor jou, denk ik, dat je dit waargemaakt hebt. Ja, dit is wel een momentje. Ja. Het is natuurlijk het tweede momentje, dus we hebben nou en de opening gehad en ook een rooftop opening. Dus dat is echt, het is nou echt allemaal 99% af, zeg maar. Dus ja. Natuurlijk zijn er allemaal nog wel wat dingetjes. Maar het ziet er zo tof uit, de reacties zijn zo goed, dat is echt heel gaaf. Ja, nou ja, echt uitbreiding van een doolhof, dat weet ik niet, maar iets nieuws. En zo kunnen, ja, weet je, moet ook nog niet te hard op stapel lopen. We gaan eerst eens even dit doen. Even beginnen bij het begin, precies, ja. Ja, en, maar tot nu toe is daar gewoon de reactie uitmuntend goed op, zowel rooftop bar als doolhof. Dus happy as a man can get. Het is ongelooflijk maar waar dat ik mag zeggen dat ik hier bij de grootste rooftop bar van de Benelux heb mogen staan. En het mooiste van alles is dat het gewoon hier in Tilburg te vinden is. Dus ik zou zeggen, kom allemaal langs, want het is zeker de moeite waard. Dolores, je was top. Ik ben blij dat ik erbij mocht zijn. En dan zou ik zeggen, tot de volgende.